begaan als hij was met het arbeiderslot. Een toevlucht voor simpele luiden, graaf Floris de Vijfde van Muiden. De boeren die kregen hun recht en hun geld, er werd er nooit eentje ten achter gesteld. Ze hoefde bij hem niet te bedelen, zoals bij de andere edelen. Ja, ja, men was Floris, Floris de Vijfde, hij was de vriend van de boer en de knecht. Ja, men was Floris, Floris de Vijfde, hij was hun vriend, maar verving hem heel slecht. Zo werd hij geliefd bij de mindere man, daar hielden de andere edelen niet van. Die wilden alleen maar bevelen en boeren en burgers bestelen. Zijn vijanden hebben een plan uitgedacht, hoe Floris om het leven moest worden gebracht. Ze wilden hun stand bloedig wreken, door hem op een dag dood te steken. Ja, ja, dat was Floris, Floris de Vijfde, hij was de vriend van de boer en de knecht. Ja, dat was Floris, Floris de Vijfde, hij was hun vriend, maar het verging hem heel slecht. En zo werd graaf Floris lafhartig vermoord, de boeren die hebben het gezien en gehoord. En hem in een weiland gevonden, daar lekten de honden zijn wonden. En altijd nog staat er in Muiden het slot van hem die men noemde der kerelen god. De toevlucht voor simpele luiden, graaf Floris de Vijfde.